Terwijl we ons opmaken voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, is er al een teleurstelling. Duncan Lawrence is positief getest op corona. Wat zaterdag zijn avond had moeten worden voor eigen publiek, is geëindigd in een bittere teleurstelling. En er was vandaag onverwacht hooggeëerd publiek in Ahoy. Jordi Versteeg, de showbiz-verslaggever, staat hier naast mij. Duncan Lawrence. Tja, ja, het is, corona. Een beetje alsof je naar een verjaardag gaat en de jarige is er niet. Nee. Want laten we eerlijk zijn, in Ahoy stonden we niet met het Songfestival zonder dat we Duncan Lawrence daar hadden gehad. Ja. Zo zielig. Ja. Het is echt iets wat je die jongen niet gunt. Vorig jaar al de teleurstelling dat vanwege corona het Songfestival een jaar uitgesteld moest worden. Daar leefde hij een jaar lang naartoe. Ja. Waren alle plannen op ingesteld. Je moet je voorstellen, achter zo'n artiest zit een heel team. En die zijn bezig met wanneer brengen we dan welk album uit. En daar wordt helemaal naartoe gewerkt. Nou, ze hebben dat toen langer kunnen uitsmeren natuurlijk richting dit Songfestival. Dat zou tot een apotheose komen komende zaterdag tijdens de finale dat hij zijn nieuwe single zou gaan promoten voor 200 miljoen mensen. Ja. Nou, dat wil je. Ja, en dat kan dus nu in ieder geval live niet doorgaan. Wil niet zeggen dat hij er niet helemaal bij is. Want ik geloof dat de organisatie wel naar mogelijkheden zoekt om hem toch een rol te geven daar. En ruimte pakken. Ja, en dat verdient hij ook. Ja, precies. Ja, maar goed, dat hij er niet live bij kan zijn, dat is triest. Even terug. Dinsdag was hij er heel kort. Hij kreeg hoeveel streams had hij? Een miljard streams. Dat is echt ongekend. Daar kreeg hij, was heel even aan het begin. Toen zagen we dat. Zou hij er vanavond bij zijn? Nou, dat misschien in het publiek, in ieder geval niet op het podium. Nee, maar wel zaterdag in het podium. Ja. Op het podium. En er waren ook al geruchten dat hij de opening zou gaan doen. Ja. In Tel Aviv hebben we hem gezien met een mooie act, met die bal. Daar was heel veel om te doen, die er zo naar beneden kwam. Maar er was eigenlijk nog veel meer spektakel beloofd. Maar dat kon toen niet doorgaan, want ze hadden gedoe, het team van Duncan, met de Israëlische regie. Ja, sommige gedoe toen. Nu ging het gerucht dat ze alsnog nog die act gingen doen in Ahoy. Ja. Maar goed, de vraag is, staat dat al op tape en kunnen ze dat alsnog uitzenden? Dan is er in ieder geval geen publiek bij geweest, maar hebben ze wel een mooie opening? Of komen ze met iets anders? Ja, de Avrotros en de organisatie van het Songfestival in ieder geval, die moeten gaan nadenken. Ja, want hij zou ook nog een rol krijgen in de puntentelling. Ja, zou hij inderdaad ook gaan doen. Ja. Dat gaat niet door. Ook al heeft hij milde klachten, dat kan hij in ieder geval niet. Want vandaag is bekend geworden dat Romy Montero dat over gaat nemen. Ja. Geen onbekende natuurlijk. Bij de Avrotros, ze presenteert ook voor het Eurovisie Junior Songfestival. Dus zij gaat uiteindelijk de honneurs waarnemen. En ja, voor haar is het echt een beetje dubbel. Want ze zegt, het is natuurlijk een waanzinnige kans om dat te mogen doen. Tegelijkertijd had zij Duncan zo gegund. Ja, en er moet dus een andere openingsact worden gevonden. Nou ja, dat is de vraag. Hè? Hebben ze het op tape, dan kunnen ze dat gewoon wegsturen. Ja, precies. Maar het is het mooiste als het in de zaal gebeurt. Ja, alleen voor ons als kijkers maakt het vaak niet zo heel veel uit. Het is meer de zaal dan. Nou ja, voor hem is het allerbelangrijkste, denk ik, dat zijn nieuwe single te horen gaat zijn. Want dan wil je gewoon dat platform pakken. En ik denk dat daar echt wel een oplossing voor gevonden wordt. Ja. Hey, hij heeft al een reactie gegeven. Ja. Ja, hij is echt ontroerd en voelt zich machteloos, heeft hij geschreven op zijn Instagram-pagina. Hij heeft ook nog een gebroken hartje gedeeld op Twitter. En ik denk dat dat ook is wat hij op dit moment voelt. Je werkt zo lang. Zie je het hartje? Ja. Zo lang werk je naar dit moment toe. Dit is het noodlot. En dan gaat het mis. Want in het perscentrum van Ahoy, waar alle songfestivalverslaggevers zitten, ging al heel snel het gerucht dat hij misschien wel een beetje last zou hebben van zenuwen. Duncan schijnt niet altijd even stabiel te zijn. Want vorig jaar bij het Alternatieve Songfestival, wat toen alleen maar via het scherm ging, was er ook helemaal gedoe met hem, hè? Was er een beetje gedoe met hem? Europe Shine a Light was dat inderdaad. Dat hebben ze toen snel verzonnen. Omdat toen het echte Songfestival niet door kon gaan. Hij had daar een belangrijke rol in. Werd opgenomen in Hilversum. De hele dag door gerepeteerd. Maar hij voelde toen al, dit is niet mijn dag. Nee. En toen echt net voordat ze live gingen, heeft hij besloten van, ik moet dit niet gaan doen. Ik moet hier niet live gaan staan. Zijn zenuwen konden het niet aan. Precies, een paniekaanval. Later heeft hij daar ook nog uitleg over gegeven. Dat het hem eigenlijk allemaal even te veel was geworden. Kijk, hij is natuurlijk van een jongen die totaal onbekend was door dat Eurovisie Songfestival in één keer wereldberoemd geworden. Ja. Tegenwoordig ook op bij Ellen DeGeneres. Nou, dan ben je gewoon een ontzettend grote jongen. En hij heeft daar gewoon aan moeten wennen. Dat zorgde ook voor die paniekaanvallen. Ja. Dus inderdaad, wat jij zegt, vandaag ging even die gedachte daar rond in het perscentrum. Ik heb ook even gebeld met onze verslaggever daar ter plaatse. Maar al snel appte die eerste reactie weg. En ik heb vandaag ook nog even gebeld met het management van Duncan. Hè. Ook al was dat persberichter waar het gewoon duidelijk stond. Hij heeft corona.
toch nog even gebeld van, joh, hoe gaat het nu met hem? Ze waren vrij kort af, moet ik zeggen. Het duurde ook heel lang voordat ze opnamen. Teleurgesteld natuurlijk ook. Maar dat het corona is, dat is echt waar. Ja. Het management van Duncan doet overigens ook het management voor Ilse de Lange. We weten nog dat gedoe, hè. Vorige week maakte zij een statement bij Twan Huis in de college tour. Dat ze toch wel jammer vond dat het Songfestival haar niet gevraagd had. Omdat ze veel betekend heeft. Het zou nu wel kunnen. Nou ja, ze hebben uiteindelijk gesprekken gehad. Hè. Sietse Bakker, het hoofd van het Songfestival, en Ilse. Nou, daar kwam uit dat Ilse toch mocht meehelpen aan de act van Duncan achter de schermen. Ilse heeft geen corona, heeft het management. Nee, het is wel het Chili Rombly wordt genoemd. Hè, van moet hij nu wel of niet in quarantaine? Ja, de geruchtenmachine komt inderdaad vandaag toch op gang. Nee, ja, kijk, hier zie je ze inderdaad heel dicht bij elkaar staan. En ja, dit is geen anderhalve meter. Nee, maar hier zijn ze wel beide getest geweest. En vandaag zei het management van Duncan ook van, ja, het kan niet zo zijn dat Duncan daar corona had. Dat wist hij heel zeker. Dus, ja, maar aan de andere kant, als je nu positief bent, dan moet... Ja, goed, we zijn geen medici, maar het is kantje boord, laten we het zo zeggen. Maar goed, uiteindelijk zullen ze het Chili heel goed in de gaten houden. Hooggeëerd publiek, zei ik al net. De net 50-jarige... Kijk, we hebben er op beeld... Ja, dit was vanmiddag. Koningin Maxima. We weten natuurlijk, hè, Willem-Alexander die heeft de opbouw meegemaakt. Die is daar gaan kijken. En koningin Maxima die ging vandaag op bezoek tijdens de kindergenerale repetitie. Een middag speciaal voor meer muziek in de klas. Hè, die stichting waarvan we inmiddels weten dat ze zich daar keihard voor inzet. En samen met die kinderen ging ze vandaag ook bij die repetitie kijken. Maar ja, aan de voorkant ging het toch het een en het ander mis. Het liep allemaal een beetje uit. Want onze verslaggever ter plaatse die vertelde mij vandaag dat de repetitie ook echt daadwerkelijk een kwartier later begon, omdat Maxima toch wat moeite had om uiteindelijk daar in die zaal te komen. Hoor. Ja. Het ziet er echt heel gezellig uit. Ja. Jordi, dan rest ons niets anders dat wij ons klaargemaakt voor de tweede halve finale, waarin alle ogen zijn gericht op... Ja, wat mij betreft op een act die er dus niet live bij gaat zijn, op IJsland. Hè. Stond ook al hoog bij de bookmakers. Behoorlijk fan van, moet ik zeggen. Die zijn naar huis gegaan omdat er iemand binnen de band besmet was. Maar er wordt dus op tape een act ingestart. We gaan meemaken of zij uiteindelijk hoog gaan eindigen. Ja. En als ze dan door is, dan is het zaterdag opnieuw op tape. Ja, nou ja, dat is het voordeel dat ze daar wel... En als je dan wint, win je ook op tape. Nou ja, ik vroeg me wel nog één ding af, en dat is het laatste dan over Duncan. Traditiegetrouw wordt altijd de bokaal uiteindelijk uitgereikt door de winnaar van het afgelopen jaar. Ja, dat is dus wat Duncan komende zaterdag ook niet kan gaan doen. Ja, misschien. Tenzij hij opeens negatief getest is, dat weet je ook. Nee, dan moet je ook weer een bepaalde. Hij moet 7 dagen, mag hij helemaal niks. Nee. Hij moet even rust nemen. Hij heeft milde klachten, gelukkig. Laat het ook voorop staan. En hopelijk blijft dat zo, maar dat het ontzettend jammer is voor Duncan en voor ons als kijker. Ja, dat staat buiten kijf. En IJsland op tape. Dat is ook een conclusie van de avond. We gaan het allemaal zien vanavond. Jordi Versteeg, dankjewel. Hey, vond je het een leuke video? Like, abonneer en sinds kort hebben wij ook nog een video nieuwsbrief. Wij maken namelijk veel meer leuke video's op de website van de Telegraaf. Schrijf je dus snel in en dat kan hier.